En welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag doe ik nog eens een What's Inside video. Namelijk van deze tablet. Dit is een redelijk oude tablet van het merk Polaroid. En ik wou wel eens weten wat erin zat. Doe dit thuis niet na. Je begint met de tablet open te vijzen en bij deze tablet heb je hier gewoon twee vijzjes die je gewoon kunt losvijzen. Dus daar ga ik dan al mee beginnen. Ik neem de kleine platte schroevendraaier en ik probeer dit hier zo omhoog te tillen. Op deze manier dus. En dan heb je deze achterkant niet meer. Dan heb ik hier nog drie vijzjes voor de printplaat los te vijzen. En dat ga ik nu ook nog heel even doen. Dus we kunnen hier het scherm zit hier eigenlijk achter, het zilverkleurige zeg maar. Dit is zoals we natuurlijk allemaal wel kunnen zien de batterij, 3,7 volt batterij, 2400 mAh. En die zit hier aan vast. Er staat ook batterij op, plus en min. Hier hebben we dan de luidspreker, de speaker, die zit hier ook vast. Met gewoon twee draadjes, die kun je er heel makkelijk afhalen. Hier hebben we dan de frontcamera. Dan hebben we hier waar het scherm aan vast zit, dat is een flexibele draad, zeg maar, in een plastic. Is allemaal koperdraad en dat is redelijk handig, want dat is flexibel. Hier ook nog van het scherm, dan kan ik hier zo open doen. Dan kan ik dit eruit schuiven. Hier hetzelfde. Ik doe het open en ik kan het er zo op deze manier uithalen. Nu is het al een pak gemakkelijker om het scherm er zo biet uit te halen. Als ik nu even de kleine platte schroevendraaier terugneem, kan ik het er op deze manier uithalen. Dit is dus nog een plastieke plaat. Zoals je kan zien. En dit hebben we dus even niet meer nodig. Zoals ik dus net zei, zit de luidspreker. Dan heb je dus de batterij. Dit is uiteraard het scherm. Dit is touchscreen uiteraard. Dus dit is het scherm. Het was uiteraard een kleine tablet. Dus daarom heb je ook een klein scherm in dit geval. En dan heb je hier de printplaat van het tablet. Hier dan de twee camera's. Dan hebben we hier de knop voor het geluid harder te zetten, zachter te zetten. De aan-uitknop. Hier dan nog de micro-USB-kabelen. Hier als je een koptelefoon of oortjes aan wilt doen, kun je het hierin steken. Voor de rest hebben we dan hier nog de resetknop. Ook op de achterkant van het hoesje kunnen we de resetknop terugvinden. Hier namelijk, resetknop. En dit zit er dus in een tablet. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Doe alsjeblieft het blauwe duimpje omhoog. Abonneer gratis op mijn kanaal. En tot een volgende video. Zet in de comments wat ik de volgende keer iets uit elkaar moet gaan halen.